Quota International of Suriname organiseert voor de 18e keer de Man Cookout. De organisatie heeft van het jaar gekozen voor de maand december om er een kersttintje aan te geven. Dit zegt Ilemele Venetiaan, lid van Quota Suriname. Er zijn 32 stands en 200 koks die tijdens deze vriendschappelijke competitie het publiek zullen verrassen met verschillende unieke gerechten. De opbrengsten van de cookouts worden gebruikt voor het uitvoeren van verschillende sociale projecten. Een van deze projecten is het Stuka Prisiri project. We hebben projecten die we eigenlijk al jarenlang draaien en die dus ook van jaar tot jaar weer gefinancierd moeten worden. Om een voorbeeld te noemen, we hebben het Stuka Prisiri project. Dat is een tweejarig programma wat steeds wordt afgedraaid voor kinderen die in de vijfde klas zitten. Dus daar lopen ze er doorheen in de vijfde en de zesde klas van de lagere school. Er worden kinderen geselecteerd, 30 kinderen die potentie tonen in hun schoolresultaten, maar van wie de thuissituatie misschien niet zo ideaal is, waardoor die potentie soms niet helemaal eruit komt. En met dit project probeert Quota dus een bijdrage te leveren aan de basic life skills van deze kinderen, zodat ze, wanneer ze uiteindelijk hun schoolcarrière en hun studie verder gaan vervolgen, dat ze wel tot volle wasdom kunnen komen. Om een voorbeeld te geven, we leren ze kennis maken met verschillende beroepen. We brengen ze ook naar hele gewone dingen, zoals een keer een tennisles hebben, een keer gaan uit eten in een restaurant. Er worden theaterklassen voor ze afgedraaid. Dus kortom, een heel divers programma wordt ze aangeboden. Ilemele Venetiaan van Quota International of Suriname. Het volledige interview wordt woensdag uitgezonden in het programma In Gesprek Met. De Quota Man Cookout wordt gehouden op zaterdag 3 december op de pier van Torarica. Op dezelfde dag organiseert de scholengemeenschap Tamanregio een open dag op haar complex aan de Mandoerweg op Tamanregio. Deze activiteit is in het verband met het vijfjarig bestaan, zegt Vishal Binda, decaan en docent van scholengemeenschap. Naast de open dag worden er ook andere activiteiten georganiseerd. Dat houdt in dat we informatie gaan verschaffen over alle drie schooltypen die we hebben op VUSSGT, namelijk het VWO, het HAVO en het MEO. Er zijn ook bedrijven van buiten en organisaties die ook deel zullen nemen en ook dus hun informatie zullen verschaffen en ook hun producten ter verkoop zullen aanbieden. We hebben verder ook een bazaar, waarbij we dus, nou niet wij, maar we hebben dus standhouders die een aantal allerlei spullen zullen verkopen en ook natuurlijk lekker eten en drinken. We hebben verder ook live muziek. We hebben een Zumbathon om 4 uur. En om 4:30 hebben we onze 5 kilometer jubileum wandel- en trimloop. Vishal Binda, decaan en docent van scholengemeenschap Tamanregio. Zaterdag 3 december worden in verband met het vijfjarig bestaan van scholengemeenschap Tamanregio verschillende activiteiten gehouden.